De dag van de revolutie is vandaag herdacht door een kranslegging op het Rivoplein. Meredith Broes heeft het verslag. Revo met geschiedenis. Revo met geschiedenis. Het is een deel van onze geschiedenis. En we moeten natuurlijk medelijden hebben met een paar mensen die eigenlijk zielig zijn, want die Jozuk Fupora Dei. Jozuk Fupora Dei, want als je zegt, ik kon hem ook, zei ze weer verkiezing naar NDP Iwan Burko. We hebben elkaar tegetaki. Ex-legerleider en NDP-voorzitter Desi Bouterse vandaag op het Rivoplein bij de herdenking van de Dag van Bevrijding en Vernieuwing. Hoewel de huidige regering de dag als Nationale Vrijdag heeft geschrapt, heeft dit de NDP er niet van weerhouden om middels een kranslegging hier toch aandacht aan te besteden. Bouterse zegt dat 25 februari 1980 een markante dag mag worden genoemd in de geschiedenis van Suriname. We hebben steeds aangegeven aan de sprekers dat wij terug moeten blikken en een ieder die op welke wijze het mogelijk gemaakt heeft, vanaf de slaventijd, vanaf de contractarbeiderstijd, vanaf de arbeidstijd, tot en met het moment dat 1980 een feit werd en de progressieven dit land in eigen handen kregen en tegen de kolonisator kon zeggen, Bakarabasi Akaba. Ex-legerleider en voormalig staatshoofd Desi Bouterse. In een verklaring die werd voorgelezen zijn enkele successen van de revolutie opgesomd, zoals de oprichting van Staatsolie, de transformatie van Ogem naar EBS en de transformatie van LTT naar Telesuur. Deze successen werden met luid applaus ontvangen door de vele aanwezigen op het Rivoplein. We spraken ook twee bezoekers. Ik heb gemeten om hier te komen als Surinamer, ook als nationalist. Omdat er in 1980 heeft er een belangrijke omwenteling plaatsgevonden in de geschiedenis van Suriname. En als je kijkt wat zich voltrokken heeft in de afgelopen 41 jaar, dan kun je niet zeggen, dan kunnen we niet praten over vernietigen en one en dat soort. Er zijn voordelen geweest, er zijn voordelen, er zijn nadelen geweest, er zijn fouten gemaakt, maar fouten die dienen ook om hersteld te worden. Revolutie wil niets anders zeggen, wat ik heb ontdekt bij onderzoek, wil niets anders zeggen die eenheid met als doel Suriname. En daarom ben ik hier vandaag. En daarom zeg ik ook, het wordt tijd voor ons Surinamers dat wij die liefde geven. Niet alleen geven, maar dat als het moment komt om te strijden, dat wij niet bang moeten zijn om te strijden. En dat is die revolutie. En zo werd vandaag de kranslegging in verband met de dag van bevrijding en vernieuwing op het Rivoplein afgesloten.